kunnen video. Waarom zegt hij niks? Jungola River. Welkom avonturiers, de boottocht gaat beginnen. Mijn naam is Jim en ik ga jullie van alles vertellen over de prachtige dieren en planten die hier leven. Blijf alsjeblieft rustig zitten en hou je handen en voeten binnenboord. Je weet immers nooit welk gevaar er op de loer ligt. Jaren geleden ben ik hier neergestort met mijn vliegtuig en moest ik leren samenleven met de natuur. Daar valt zoveel van te leren. Van de jungle zorgeloos van tak naar tak op zoek naar een heerlijk stukje fruit. Als je naar rechts kijkt, zie je twee bamboevlotten liggen. Die worden gebruikt door de eenden. Vaak rusten ze daar even uit. En soms gebruikt moeder eend het om haar jongen de eerste zwemles te geven. Zwart-wit gestreepte staart. Net als de slingeapen eten maakjes graag fruit. Zoals bijvoorbeeld bananen. Zie je recht voor je de plant met de grote ovale bladeren? Dat is de banaanplant. Zie jij nog meer van die kanjes staan? Vergeet je niet af en toe ook in het water te kijken. Daar liggen vele prachtige vissen en eenden. Kijk goed om je heen. Misschien zie je ze wel voorbij zwemmen. De witvleugel boseend bijvoorbeeld, dat is de grootste eendensoort in Jungola. Voor de hottentottaling moet je iets beter zoeken. Dat is namelijk de kleinste eendensoort. Uit mijn onderzoek is gebleken dat 10 hottentottalingen het gewicht hebben van 1 witvleugel boseend. Wat een verschil!
daar zijn jullie weer. De verbinding in de grot kan iets beter. We vervolgen onze tocht over de Rimbula River en komen zo dadelijk langs de zwaarste en grootste dieren van Jungola. En dat zijn de Aziatische olifanten. Deze dieren worden ongeveer 2,5 à 3 meter hoog en wegen tussen de 3500 en 5000 kilo. Dat zijn bijna 10 personenauto's. En aan een paletbezoeker ligt er zo'n 50, wat zeg ik, 70 kilo poep op de grond. Ga dat maar eens opruimen. Links zie je een bamboebos. Daar wonen de witgatgibbons. Ik heb ontdekt dat deze gibbons in tegenstelling tot andere apensoorten in paardjes leven. Elke ochtend wekken ze met een prachtig duet die het mannetje en het vrouwtje zingen. Dit doen ze om hun territorium aan te geven. Wat een muzikale vrouw. Gibbons hebben geen staart en eten fruit, bladeren en knoppen. En ze kunnen fantastisch leven. Eigenlijk wel benieuwd hoe goed jij kan slingeren. Wil je de jungle van boven bekijken, dan is de Jungle Trail echt iets voor jou. Blijf je liever met beide benen op de grond. Vergeet straks dan niet om rond om je heen te blijven kijken. Af en toe stil te staan en vooral te genieten van de prachtige natuur. Er is immers meer te zien dan jij denkt. Deze gigantische dieren worden ongeveer 2,5 à 3 meter hoog en wegen tussen de 3500 en 5000 kilo. Dat zijn bijna 10 personenauto's. En aan het valetbezoek ligt er zo'n 50, wat zeg ik, 70 kilo poep op de grond. Ga dat maar eens opruimen.